Welkom bij Wat Rij Jij, budget 3 tot 6.000 euro en weer een aantal hele mooie verhalen voor je. En we beginnen met Thomas. Thomas, kom er even bij. Kom er even van deze kant. We staan al bij jouw motorfiets, ja, de Bandit. Zeker. Stel je even voor, wie ben je, waar kom je vandaan en waar staan we naar te kijken? Ik ben Thomas, ik kom uit Schiedam en we staan te kijken naar een Suzuki GSF 650 Bandit uit 2007. Thomas, stel even jezelf en je motorfiets even voor. Ja, ik ben Thomas en ben 22 en dit is mijn Ducati Monster 696 uit 2009. Wanneer heb jij deze motorfiets gekocht? Welke tellerstand had hij toen en wat heb je ervoor betaald? Zeker, ik heb deze motor in februari 2020 gekocht. Toen stond er 23.000 kilometer op en die heb ik gekocht voor 4250 euro. 4250 euro. Ik heb hem gekocht in maart van 2020. Ja. Ik heb gekocht een tellerstand van 32.000. En gekocht voor net iets onder 5.000 euro, 48,50. Dat is best een mooie prijs voor zo'n monster zoals hij er nu bij staat, ja. Trouwens. Nou moet je me eens vertellen, waarom wilde jij nou specifiek deze motorfiets hebben? Het ging niet specifiek om deze motor, alleen ik was op zoek naar een naked bike met ABS en injectie. Ja. En dan was dit eigenlijk de logische keuze en hij stond er toen de tijd bij de dealer en het was Hoe ging dat dan? Want jij komt je dealer binnenlopen en je denkt van, dat is hem. Dat was letterlijk het geval. Letterlijk het geval. Ja. Waarom dan? Nou ja, het was gewoon op eerste instantie was die helemaal origineel. Ik had er niks aan, er was niks aan gedaan. Hij stond er gewoon bij hoe die erbij stond. Gewoon hartstikke netjes, glimmend gepoetst en wat dan ook. En ja, in principe was het gewoon niet nadenken en gewoon is goed. De hippen inpakken en wegwijzen. De dealer zei, als jij hem niet koopt, dan eet ik mijn schoenen op. Okay. Ja, dus ik viel al door de mand voordat ik iets gedaan had. Zo ja, nee, heel goed. Ja. En waarom heb je nou specifiek voor deze motorfiets gekozen? Nou, ik wilde een naked. Dat was stap 1. En ik ben opgegroeid met Ducatis. Mijn vader heeft een Ducati. En nou, daar rijd ik sinds kleins af aan al achterop mee. Dus ja, dat was voor mij eigenlijk Een no-brainer om naar een Ducati te kijken. Toen keek ik eerst naar een ouder type Monster, de 620. Mm-hmm. Het stond deze ernaast. Verkocht. Dan kon ik eigenlijk niet meer de andere kant op kijken. Dat dacht ik, nou, dan maar mijn budget iets rekken. We doen deze. Want je hebt deze gevonden bij de dealer? Bij een dealer, ja. En heel ironisch, in Monster. In Monster, ook, ja, dat is ook wel leuker. Dat vond ik ook wel leuk. Dat is gewoon eigenlijk kat in het bakje dus. Precies, ja. Je hebt hem zo gekocht of heb je er zelf ook nog dingen aan gedaan? In principe heb ik er heel veel aan gedaan. Oké, begin eens eventjes. Ik ben begonnen eigenlijk met het kuiperruitje erop te zetten. Want daar zat niks op standaard. Dus heb ik gewoon een klein kuiperruitje opgezet. SP Connect met een USB-lader erbij. Ja. Een Rizoma vetbar erbij gedaan. Handvatverwarming, bar end mirrors, nieuwe hendels. Vooraan heb ik alles zwart laten maken, wat chrome was, ledknipperlichten erop. Handvatverwarming zie ik ook. Handvatverwarming, altijd lekker. Voor de rest, als we doorgaan naar achter, dan heb ik er... Loop maar mee. Ja. Nieuwe, mooie Leo Vinsen uitlaten onder, geschroefd. Dynojet Power Commander erop. Waarom wilde je een Dynojet Power Commander erop? Omdat een Bandit heeft een beetje het probleem met een aan- en uitgas. Dus ga je een rotonde over, heb je niks en dan heb je heel veel en dan is het vrij spannend rijden. En met een Dynojet wordt dat makkelijk opgelost en je krijgt een hele hap vermogen krijg je erbij. Standaard. Ja. Dus dat bevalt goed, begrijp ik? Dat bevalt heel goed. Tegelijkertijd toen ook maar een quickshifter erop laten zetten van Heeltech, die je zelf heel makkelijk kan installeren. Het klinkt alsof jij gewoon als eerste bij het stoplicht weg wil zijn. Niet per se, maar het rijdt wel heel lekker. Dat soort. je bent wel vaak als eerste bij het stoplicht weg. Dat klopt. Ja. Oké, heel goed. Hey, verder nog iets? Tilt-ID, LED-achterlicht. En ja, in principe is dat het wel een KNN-luchtfilter. Maar dat is dan in samenspraak met Dynojet. Ja, precies. Stage one, hè? Om het meeste eruit te kunnen halen. Hij was bijna zo toen ik hem kocht. Bijna? Wat vertel? De achterspiegel, of de spiegel rechts, die zat een beetje vast. En die stond niet goed. Dus die wilde ik verplaatsen. En toen was het knak. Dus toen maar andere spiegels gekocht. Dus dat heb ik aan gedaan. Ook leuk zo eronder nu, hè? Dat heb je ook veranderd. Wat agressiever uit, zeg maar. En ik heb de koplamp en de stepjes heb ik zwart laten poederkoten. Oké, ja, dat geeft het toch wel. Het klopt, de achterkant is al meer zwart, hè? Ja, mooie look zo. Ja, wat egaler, wat past dat meer bij elkaar. Ja. En carbon zat er allemaal al op? Ja, carbon zat erop toen ik hem kocht, ja. Oké. Hey, je hebt hem nu ongeveer, zeg even dik een anderhalf jaar zo ongeveer. Heb je in die tijd technische problemen gehad met deze motorfiets? Helemaal niks.
En dat met wat ze vroeger zeiden over Ducati. Ja, precies. Ja, nee, helemaal niks. Dus echt top. Ja, hartstikke blij mee. Heb je technische problemen gehad met deze motorfiets? Zelf heb ik uiteindelijk de brandstofpomp en de brandstofregelaar moeten vervangen. Want dat is een kwaaltje wat nog wel eens voorkomt. Die bleef gewoon openstaan, waardoor de brandstof stationair gewoon uit alle gaten in principe eruit kwam zetten. Goed verhaal. Ja, ja, en wat de ABS-pomp heb ik ook laten vervangen, gewoon preventief. Want die hebben nog wel eens een kwaaltje dat ze gewoon vastslaan. Okay. Dan, dat kan voorkomen, maar dan gewoon een gereviseerde pomp erin en heb je nergens meer last van. Hoef je ook niet meer over na te denken. Nou goed, en dan kom ik een beetje, zitten we al een beetje in de volgende vraag. Als jij nou een advies mocht geven aan mensen die ook zo'n Bandit 650 willen hebben, ja. Waar moet je dan op letten? Want je geeft al een aantal kwaaltjes aan, maar waar moet je nou specifiek op letten als je zo'n motorfiets wil kopen? Het belangrijkste is eigenlijk de ABS-pomp. Ja. Die moet je gewoon eigenlijk of goed na laten kijken of preventief vervangen voor een gereviseerde of een nieuwe. En eigenlijk, eerlijk gezegd, is dat het wel. Oké, okay, dus een goede proefrit. In ieder geval even technisch laten checken of vragen of die punten in orde zijn. Exact. En even, als je een proefrit maakt, even goed in de toeren jagen. Want het wil nog wel zo'n haperig blok worden. Ja, het is natuurlijk wel het befaamde GSX-R blok wat eronder zit. Dus die is betrouwbaar. Ja, zeker. Alleen hoogtoerig hebben ze nog wel eens het kwaaltje dat ze een beetje willen inhouden. En dat het motorstoringslampje gaat branden omdat die of niet genoeg brandstof of niet genoeg lucht krijgt. En dat is puur afstelling en dat wordt ook weer door de Dynojet verholpen. Lijkt me een heel duidelijk verhaal. Goede proefrit maken en dan kom je dus een heel eind om in ieder geval te voelen of het een goede motorfiets is. Als jij nou mensen die op zoek zijn naar een Ducati Monster een advies moet geven, wat zou je dan doen? Wat zou je zeggen? Ja, als ik kijk naar hoe ik hem heb gekocht en gekeken naar alle andere monsters die er waren. Goed opletten op de beschadigingen aan het motorblok. Omdat vaak in Nederland door de pekel en dat soort zaken het motorblok heel erg beschadigd is. En de tank staat wel eens scheef en dan zijn die pootjes helemaal krom op het frame. Maar dat zie je direct, denk ik. Dat zie je, nou moet ik zeggen, van die tank, dat zie je niet heel snel. Maar je ziet het sleutelgat in het midden zit en als de tank dan zie je dat hij gewoon scheef staat. Dan kun je ook wel vaak zien dat de pootjes krom zijn. Goede proefrit maken, kijken hoe dit draait. Als je inderdaad een goede proefrit maakt, kijken of je raar geluidje hoort, dingetjes, dan kunnen ze er vaak nog wel wat mee. Dus, ik heb het toch, vind ik zelf fijner, maar ik zou hem bij een dealer kopen. Oké, okay, nou dat is een goed advies. Hey, als jij nou een soort van mini-reviewtje, test-reviewtje mag geven over deze Ducati, wat vertel eens, hoe rijdt die? Sportief. Vergeleken met andere naked zit je net wat verder naar voren. Dus je hebt toch wat actieverhouding. En ik moet zeggen dat toch, vind ik toch wat lekkerder rijden. Je hebt, voelt wat meer controle, heb ik het gevoel. Gewoon echt het Ducati, het gerommel en een beetje trillen. Maar dat vind ik juist hoort erbij. Karakter hebben. Ja, ja precies. Alleen dat is ook een kwaaltje met die monsters, is dat ze vaak hokkerig zijn in lage toeren. Dan kun je dat wel oplossen met een ander tandwiel. Maar ik moet zeggen, ik heb er geen last van. Dus Maar qua rijders, wat voor type rijders horen op zo'n motorfiets thuis volgens jou? Ik wil niet zeggen een beetje stoere type, want ik kan mezelf zeggen stoer en een beetje raar. Maar toch vaak wel een beetje sportievere rijders die vaak voor een lol een ritje maken, maar wel een beetje wendbaar willen zijn. Want het is gewoon veel lekkerder en wendbaarder in kleine weggetjes en ook in de stad mag je daar willen rijden. Gewoon een sportieve rijder? Ja, een sportieve rijder die een supersport te lomp vindt, zeg maar. Als je nou een kleine beschrijving mag geven, en dat is natuurlijk een beetje vertekend omdat jij er eigenlijk een beest van hebt gebouwd, maar hoe rijdt nou zo'n Bandit? In principe vind ik het gewoon voelen als een soort tourbuffel. Want het is natuurlijk een vrij zware motor uit zichzelf met relatief vermogen voor wat het is. Het is gewoon heel stabiel, maar wel vrij zwaar. Dat is het. Maar daardoor misschien ook weer een beetje een tourmotorfiets. Toch stiekem ook wel. Naast dat je kan er stoplicht mee sprinten, zeker in jouw geval. Maar het is ook wel een redelijke tourmotor nog. Ja. Ja, nee, klopt. Vorig jaar ben ik er helemaal mee naar Italië geweest. Via het Zwarte Woud, Zwitserland. Langs het Komenmeer door naar het Gardermeer. Ongeveer 4 weken weg geweest en alles gewoon op de motor gedaan. Bepakt en bezakt. En
Ging goed? Alle comfort. Echt helemaal niks mis mee verder. Oké. Hey, heb je nog dromen? Als deze motorfiets nou toch een keer de deur uitgaat, wat zou je dan willen hebben? Dat vind ik een lastige, want eigenlijk vind ik deze motor ook voor zijn leeftijd gewoon zo goed rijden. Dat ik me eigenlijk echt afvraag, ook naar aanleiding van wat proefritten die ik gemaakt heb, of ik iets ga vinden wat ik persoonlijk fijner vind rijden dan deze. Dat is een duidelijke conclusie. Dit is hem. Ik geloof dat dit hem gewoon is en moet blijven. Ik denk dat het hem in ieder geval nog wel even blijft, ja. Later misschien een zwaardere. Een Street Fighter lijkt me ook wel heel gaaf, maar dat is misschien ergens in de toekomst. En nu, voor nu en voor de nabije toekomst is dit zeker nog wel de motor die het blijft. Ja. Super, dankjewel man.